zou ik deze allebei er in één keer kunnen uitknallen. Hey, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Mortu Speelt Hurtworld. Vandaag is een nieuwe aflevering en vandaag gaan we weer tegenaan. En helaas is Sarah niet, die is super druk bezig met iets heel erg belangrijks. Dus die kan er helaas vandaag niet bij zijn. En het komt ook een klein beetje omdat ik op vakantie ben geweest. En daarom hebben we geen afleveringen kunnen bufferen. Dus vandaar. Maar vandaag heb ik wel iets speciaals voor jullie, namelijk... Oh, knipper, wacht. Of 2 of 2, zo. Alles heeft 4. Bam, bam, bam. Dus, oh wacht, ik kan er wel 2 achter elkaar laten maken waarschijnlijk. Zo, klik, klik. Oh nee. Insufficient resources. Oh, wacht. Ja. Yep. Die erin. Aha. Pick up all the C4. Ik heb er nu 5. Lijkt mij wel veel. Maar ik probeer ook vandaag iemand te reden die wel een groot gebouw... Ik denk dat het wel leuk gaat worden. Ik ga alvast daar naartoe. Ik ga even een hutje bouwen en dan zie ik je zo meteen daar. Oké, guys. Ik zit vast. Can't exit vehicle. Dit ben je niet. Oké, ik ga even killen. En dan moet ik een klein stukje lopen. Dur. Oké, alles is er nog. Dat scheelt. Oeh. Dat is wat spannend. Oh man, soms zo raar met die auto's. Dan vliegen ze alle kanten op. Ga maar, ja. Right, moving on. Dan, dan, dan. Ik heb het gevonden. Hier was de plek. Dit is de basis van... Kun je het lezen? Niet weer vast komen te zitten. Munkhout. Munkhout. Ik dacht dat het munk was. Misschien heeft hij iets verkeerd geschreven. Misschien heeft Jess het verkeerd geschreven. Dat zou best wel kunnen. Voordat we beginnen met raiden hier. Okay, er zijn niet zoveel mensen op de server, dus dat is echt super relaxed. Dus we beginnen met raiden. Eerst even een goed plekje uitzoeken. Misschien. Ja, misschien maar hier. Hoppatee. Om een basis op te zetten. In first person mode, alsjeblieft. Interact. En dan gaan we eens eventjes hier alle spullen uittrekken. En dan hoop ik dat ik niks vergeten ben. En dat dit meewerkt. Ja, kijk. Daar zijn we al. Prima. Prima. Foundations. Grote foundations. 4 stuks. Denk ik, om te beginnen. Met een klein stukje, zodat we makkelijk eventueel quads erin kunnen rijden. Deze even een stukje naar achter. Ja. Oh, ik krijg al damage van... oh man. Ik krijg nu al damage van het feit dat ik het koud heb. Maar dat geeft niet, want ik heb een totem bij me. Ik kon alleen even hier span zetten. Ja, dat is wel een beetje irritant. Laten we gewoon nu... Wat, heb ik het goed gedaan? Controleren. Yep. Oké. Kill. Zo, dan ben ik van mijn kou af. En op deze manier kan ik gewoon hier blijven reden en dan spullen hier naartoe overhevelen. Dat zou wel een stuk makkelijker moeten zijn. En mijn kwast staat niet buiten terwijl ik aan het reden ben. Haha. Snel deze spullen weer oppakken. En ik verder bouwen. Man, ik heb het echt druk gehad de laatste tijd, joh. Het is... Ik ben natuurlijk op vakantie geweest en dat zou je zeggen, oh, dat is wel een poosje terug. Maar normaal dan kun je toch een klein beetje bufferen. Kun je een beetje afleveringen van tevoren maken en zo. Maar dat gaat echt niet zo goed. Als je natuurlijk op vakantie gaat en dan buffer je wel voor tijdens de vakantie. Maar voor na de vakantie, dat is dan weer echt heel erg lastig. Dus ik loop een klein beetje achter. Ik heb vrijdag ook Stranded Deep gemist met uitbrengen. Dat heb ik ook wel een beetje spijt van. Maar ik kon er niet zo heel erg veel aan doen. En er is nog iets wat best wel een beetje in de weg zit. En dat is dat Pokémon Go gebeuren. Wat jullie sowieso wel meegekregen hebben. Ik speel ook. Yep. 28 jaar oud speel gewoon Pokémon Go. Team Blauw overigens. Team Blauw. En... Ja, ik vind het gewoon echt een superleuk spel. Het is echt een leuk excuus om naar buiten te gaan. Ik heb ook echt al mijn boodschappen wat ik nodig had uit de stad en weet ik veel wat, heb ik allemaal gedaan. Wil je nog een hokje bouwen? Ja, laten we dat doen. Nou, meh. Nee, dat is niet echt nodig, hè? Nee, ja, nee. Ja, nee.
Laten we die kist alvast neerzetten. Dat denk ik dat het wel handig is om dat nu te doen. Maar ja, man. Lekker Pokémon Go spelen. Lekker naar buiten. Ja, ik ben van mezelf niet zo'n buitenmens. Om even heel eerlijk te zijn. Wauw, is al dat cement opgegaan? Ik dacht, ik neem een stack mee. Dat is meer dan genoeg, maar dat valt vies tegen. Laat ik dit ook even hier neerleggen. Maar super leuk, man. Ook om in de stad te spelen. Ik weet niet, misschien speel je zelf ook wel. Maar dit is dus dat je die Pokémon's kan vangen als je naar buiten gaat. Gewoon in het echt. En er zijn dus ook gewoon plekken in mijn stad. Waar gewoon echt 30, 40, 50 man tegelijk Pokémon Go zit te spelen. En dat is echt super leuk. Het is echt super leuk. Het is echt een hele aparte gewaarwording. Maar ik kan het wel waarderen. Oké, laten we dan nu eens even gaan kijken hoe dat raiden gaat. Zit het dak op? Zit het er? Ja, oké, prima. Oké. Ik had een beetje naast te denken. Er zijn twee tactieken hier. Wacht, we hebben eigenlijk nog een klein beetje steen nodig. Maar ik ga dat denk ik gewoon hieruit. Ik ga dat niet uit de basis pakken, maar ik sloop deze dingen. En dan gebruik ik het steen dat ik hiervan krijg. Voor zometeen. Die. En misschien wil ik dit ook wel hebben. Hoeveel steen heb ik nou gekregen? 40. Oh, dat is genoeg. Ja. Want ik had namelijk al een beetje te scouten. Kijk, en als je dus op de mannen drukt, zoals nu, dan zie je al die groene blokjes. Zie je al die groene blokjes? En daar kun je best wel een beetje je voordeel mee doen. Want als je weet, bijvoorbeeld, is hier wel waarschijnlijk een kleine deur. Ik zie hier dit blokje. Dat lijkt wel een deur, maar er zit ook iets onder. Dus misschien is het niet zo'n hoge muur. Als je bijvoorbeeld wel ziet, kijk, hier heb je zo die muurblokjes. En die zitten allemaal op een bepaalde hoogte. En dan heb je hier een deurblokje en een deurkozijnblokje. En dan dat deurblokje, moet je kijken wat er nog meer op die hoogte zit. Daar misschien? Ja, misschien is dat wel dezelfde hoogte. Dat blokje daar. Ik weet niet of je het kan zien. Het is heel dun, maar... Misschien als ik zo in... Oh nee, dat... je hebt natuurlijk wel de hamer nodig. Maar wat ik gezien had hier, was dat je ook door even een beetje... Deze basis is al een beetje langzaam aan het vergaan, maar ik wil heel graag de boel hier raiden. Ook omdat Munk, volgens mij... Ik denk dat Munk het was hoor, maar het lijkt me sterk als hij het niet is. Die heeft geprobeerd onze basis, het kasteel die we vorige aflevering hebben... Man. Vorige aflevering hebben laten zien, heeft hij geprobeerd te raiden... Zonder succes, haha. Zo, dan kan ik hier op klimmen. Wow. Ja, en dan hierop. Nee, dit weer tegen. Dus ja, hij heeft ons geprobeerd te reden. Dat is goed. Het is hem niet gelukt. En Sarah die zei van ja, volgens mij heeft hij echt wel 6, 7, 4 of zo gebruikt om naar binnen te komen. En het is hem gewoon niet gelukt. Dus dat vond ik wel mooi. Doe dit. Ja, precies. Kijk, hier kunnen we naar binnen. Haha. En hier is ook een deur. Oké. Wat zijn... Oh, dat zijn daken volgens mij met al die aangrijpingspunten. Wacht eens eventjes. Als ik zeg, ik wil hier een deur bouwen. Dan laat die... De kozijnen zien. Zie je, dit is het aangrijpingspunt op de deur. Ik kan het nu niet bouwen, want het zit al in. Dus nu kan ik precies weten waar alle deuren zijn. Zie je, ik had hier al kunnen weten van hier komt een deur. En als ik dan controleer, haha. Dit is een nieuwe truc. Ik dacht dat je met het demolisher dat je een goede voorsprong hebt. Maar als je de deuren wilt plaatsen, dan kun je dus zien waar alle deuren zitten. Dus daar is een deur. Dat is dan de garagedeur. Dat is ook nog een deur. Ik denk dat als we de garage open wippen, dat we dan al een heel eind komen. Het enige wat is, en dat is ook een van mijn tips, is dat je kan dus eigenlijk door muren heen kijken. Dus je moet eigenlijk voorzichtig zijn met hoe je bouwt. Zorgen dat de plekken waarop je totem staat, bijvoorbeeld, dat je daar niet bijvoorbeeld allemaal kleine muurstukjes gebruikt, want dan valt het heel erg op. Gaan we hier naar binnen? Ik denk het wel. Sowieso wel interessant om te kijken wat hier in zijn garage heeft staan. Wil je nog een bepaalde plek, links of rechts? Ik geloof het niet, hè. Ik wil gewoon echt per se deze eruit. En let's go. Misschien had ik iets langer moeten kijken. Wie weet, komt ie. Hoppakee. Oké, dus hier is niks dan verder.
Maar we kunnen nu wel zeggen, ik wil een deur bouwen. Dus hier zit een deur. Oké, daar zit een deur. Ah, ik denk nog steeds dat hier achter de totem zit. Maar dat zou betekenen dat als we hierin kunnen, dat we dan waarschijnlijk verder kunnen. Het zou ook hier kunnen zijn. Ik weet, het zou best wel kunnen dat deze raid gaat mislukken hoor. Kijk, wat zit hier allemaal? Probeer. Ja, het is zo naar dat die server een beetje laggy is. Maar volgens mij is dat het allerhard world. Dat je gewoon niet echt lekker kan springen. Is er nog een kans dat we hier via de foundations naar binnen kunnen komen? Ik denk het niet, hè? Hier ook niet echt. Ja, nee. Volgende C4, ik ben voor. Ik denk dat dit een goed idee is om deze deur te C4'en. Ja, misschien heeft hij het wel dichtgebouwd. Dat zou heel slim zijn. Oh man, het zou zo balen zijn als we gewoon niet verder komen. Maar ja, ik denk dat we het gewoon maar op moeten wagen. Ja, ik denk meer aan deze kant. Ja, ik weet het niet hoor. Oh man, het zou net zo goed aan deze kant kunnen zijn. Ik heb... Oh nee, dit ben je niet. Oh, kennelijk is dus radius best wel groot. Ik dacht het gaat wel goed, maar dat is niet zo. Maar niet uit. Hiervoor hebben we dus een hokje ernaast gebouwd. Ik moet wel zeggen dat ik heb al een paar keer dat ik het gedacht van oké, die of die ga ik reden. Is dit eruit geblazen? For reals. We hebben gewoon twee deuren gekregen. Oh, huh? Dat is bijzonder. Ja, het zou hier achter kunnen zijn. Het zou hier achter kunnen zijn. Oh, blauwe trail, ja. Ja, ik denk dat het hier achter zit. Maar we hebben er nog drie. We kunnen hier er niet... Oh, jawel. Zit hier wat in? Nee, oké. Is dit de achterkant? Is dit dezelfde kant als dat... ik hierbij kom? Volgens mij wel. Volgens mij is dit dan... Spring er even overheen, joh. Dank je. Ja, dat is dan dezelfde kant. Oké, prima. Dus het is een van die twee deuren. Gok ik. Het lijkt alsof deze kant... Omdat hier zoveel metaal in zit, denk ik dat hier ook de totem in zit. Laten we het proberen. Het zou best wel kunnen dat hier gewoon echt niks te halen valt. Dat we dan de totem hebben gevonden. En dat dat het dan is. Hier kunnen we wel naar boven. Misschien moeten we dat even doen. Oh, wacht. Niet weer doodgaan. Klang. Oké, hier kunnen we naar boven. Ja. Oh, landmijnen. Kan ik die demolishen? Kun je hier langs lopen? Oké, dat gaat goed. Zou het hierin zitten? Weet ik niet. Man. Misschien kan ik hier wel inkijken. F2. Nou, dit lijkt toch gewoon naar boven te gaan. En dat zal dan wel niks zijn. Daar moeten we niet heen. Dit is... Hè? Hoe komt die deur daar? Ik snap dat niet. Kunnen we bij die deur vanaf de buitenkant? Vraag ik mij af. Ja, het zit hier in dit hokje hier achter. Ja, ik weet het niet. Ik heb nog maar twee C4, man. Ik heb ook het gevoel dat deze basis niet echt heel erg hard in gebruik was of zo. Damn. Reden is moeilijk, man. Ik ging altijd moeilijke of makkelijke raids doen. Makkelijke raids. Kan ik wel zeggen. Maar het kan dus ook best wel tegenzitten, kennelijk. Wat zit hier achter? Ik kan het niet zien. Oh, wacht, dat is gewoon een traphuis. Joch. Ik denk dat het niet hierachter kan zijn. Het kan ook niet hieronder zijn. Nee, oké. En dat zal dan de achterkant van de basis zijn. Ja, dus laten we dan naar de andere kant gaan. Super spannend. Maar ik denk dat als ik mijn C4 hier plaats...
Dat is een beetje een experiment. Maar ik denk dat als we hem hier plaatsen, dat we deze beide deuren... Ja, hier zit niet echt iets achter, hè? Of wel? Ja, dan kan je daarheen, maar dat is ook niet echt wat. Dan ga ik liever gewoon deze deur echt helemaal sowieso eruit hebben. Oh, hiernaast nog eens een vier jongens. Ik vind... Oh, ik zou zo balen. Weet je hoeveel resources erin zitten? Oké, weliswaar hebben we er twee gevonden. Ah, komt ie. Oeh, please be totem. Oké, een kist. Oké, hier zal het wel zijn. Oh man, moet ik nou kiezen welke deur het is? Groene pickaxe. Ja, dit is gewoon echt helemaal niks, dus... Zou ik deze allebei er in één keer kunnen uitknallen? Ik denk het wel, maar ik denk dat het gewoon... Ja, weet je wat te doen? Deze... Ja, wacht, zal ik ervoor gaan? Ugh. Het is gewoon een inschakeling van moeilijke keuzes. Ugh. Ja, ik kan ook altijd teruggaan en nog weer gaan halen, maar... Mm. Het gaat me ook meer om een totem vinden dan echt om de spullen die ik hier uitkrijg. Moet dit... Ja. Zou dit ook die andere eruit blazen? Ik weet het niet. Ik denk het... Ik weet... Dit is ook gewoon mijn laatste. Dat is zo balen. Misschien moet ik hem eventjes... Kan ik hem oppakken hiermee? Volgens mij wel. Volgens mij moet je hem eerst armen dan. En dan weer disarmen. Diffuse. Zo. Zal ik hem hier niet doen? Ja, zou dat wel die deur eruit halen? Ik weet niet of dat het wel de deur eruit haalt. Weet je wat? Ik zet hem gewoon hier neer. Dan doet hij volgens mij sowieso wel die deur. Oh man. Ja, dit is ook niks. Deze deur is uit. Is dat schuld? Nee, dat maakt er helemaal niks uit. Ah, alsjeblieft. Oh, fingers crossed. Oké, okay. Ha! Ik kan bij deze totem. kan ik hierbij? Oh nee, ik kan daar gewoon niet bij. Dit meen je niet. Oh, dat meen je niet. Ja, dit is ook echt best wel niks. Ik moet bij deze totem zien te kunnen komen. Waar is die het? Oh, wacht, deze deur is er gewoon wel uit. gelukt! Woehoe! Ja! Oh, al deze mensen. Gereed, jongens. Authorized. Snowboard. Oké, dit is een boar base. Kijk eens aan. Nou kan ik gewoon overal bij. Hoera! Gelukt! Gelukt! Oh, man. Wat zit hier nog meer in? Waarschijnlijk hier niks. Nee. En dan zit in dit hokje hieronder. Ook niks. Oh, dat was een beetje een fophokje. Nou, ik had toch al op het verkeerde been gezet in sommige van deze dingen, hoor. En hoort dit ook bij? Ja, dit hoort ook bij de claim. Kijk eens aan. Dit is allemaal voor mij. Nice! Oh, gehaald. Chill, we hebben al twee boren erbij gekregen. Wat op zich wel goed is, want ik heb echt superveel gasoline. Dus dit is wel echt heel handig. Wat ik nodig heb nu nog is mijn... vehicle wrench, die ik gewoon in mijn inventory heb. Ja hoor, natuurlijk. Kijk eens, ik kan gewoon alles hier dumpen. Alsjeblieft. Nice. Dus ik ga deze basis even plunderen. Maar dat ga ik doen voor deze aflevering. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Ik heb Serenaya wel gemist. Ik denk jullie ook. Laat even een comment achter om te weten dat hij er echt alweer bij moet zijn de volgende keer. Zit er eigenlijk spullen in die andere boor? Ik denk het niet. Nee. En dan hoop ik jullie allemaal gewoon te zien in de volgende aflevering. Tot ziens.